de situatie hier te Wintiwaai, die lijkt maar steeds niet opgelost te zijn. Ook nu, na zoveel jaren, zitten de bewoners met eenzelfde probleem. En dat is dan enorme wateroverlast. Het water die zit al maanden zo, met alle onhygiënische situaties die ze hier hebben. Kinderen die niet weten, die vinden het allemaal leuk om hierin te spelen. Maar voor anderen is het een nachtmerrie. Vooral degenen die naar het werk moeten, die naar school moeten, die naar de dokter moeten. Vooral de bejaarde mensen, die moeten hier doorheen. En daarom dat twee bewoners gemeend hebben om nu voor de zoveelste keer naar de media te stappen om weer aandacht te vragen aan tenminste deze minister van Openbare Werken, minister Riyad Noor Mohammed, en zijn werkarmen om hier werk van te maken. Want, zeggen deze bewoners, zo kunnen zij niet langer. We zijn in een van de zijstraten van Wintiwaai en we staan er met een tweetal bewoners. Uw naam, mevrouw? Mevrouw Mavis Joping. Ja, mevrouw Mavis, hoe lang woont u al hier op het project? Ik woont al 35 jaar hier. Mm-hmm. En u, meneer, hoe lang woont u? Wat is uw naam? Sedo. Ja, meneer Sedo woont al hoe lang op dit project? Zelfde jaar. En is het altijd al zo in de 35 jaren dat het hier altijd onder water is, mevrouw Mavis? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Altijd is het zo. Altijd is het onder water, want het regentijd is. Bijna het grootste deel van het jaar is hier onder water. Wintiwaai onder water. En hoe komt het? Daarom ben ik gekomen om dit onder de aandacht van de bevoegde instanties te brengen. Dat ze kunnen komen kijken, onderzoeken wat het probleem is. Zodat ze ons kunnen helpen, want we kunnen dit meer. Kijkt u naar dat water, in dat vies water moeten we lopen elke dag om naar het werk te gaan. De schoolkinderen moeten naar school. Het kan niet, dit kan niet. Dus vandaar dat ik ben gekomen om dit onder de aandacht van de bevoegde instanties te brengen. Ja. Als het hard regent, ja, krijgen jullie water tot hoever? Tot het erf. Tot in huis zelf. Ik heb het laatst meegemaakt dat het water tot in mijn huis is binnengedrongen. En dit is water van hoeveel dagen? Van maanden. Vanaf het hard had geregend, toch? Is het niet meer teruggetrokken? De regentijd is aangebroken. Dus water van maanden zou je kunnen zeggen. Constant hier onder water. Ja. Constant. Ja. Ja. Maar hebben regeringen, opeenvolgende regeringen, in de afgelopen 35 jaar, mevrouw Mavis, hebben ze aandacht gehad hiervoor? Nou, dat zou niet zo eruit zien. Ze hebben nooit aandacht daaraan geschonken. Nooit. Het lijkt wel of Wintiwaai niet bestaat. Het lijkt wel of Wintiwaai niet bestaat, want niemand kijkt naar Wintiwaai om. Kijk u hier. Overal, ook aan die andere, daar in die andere straat. Daar, zo, daar is de, ik weet niet wat voor straat daar is. Maar in elk geval, we zijn altijd onder water. In die 35 jaren is het altijd al zo geweest? Jawel, jawel, erger zelfs. Erger zelfs. Erger zelfs. Wanneer het echt gaat hier verrieken. Dat zie je het verschil niet tussen de straat en de riolen. Want het water trekt niet weg. Dus in feite is dit behoorlijk vies water. Natuurlijk is het behoorlijk vies water, zou je kunnen zeggen, ja. Ten eerste is het water dat stilstand is, maar aan de andere kant is het ook water, wat u ziet het. Jawel. Trends en straat, jawel, die staat gelijk. Jawel. Ja. Dus alles wat hierin doorgeloosd wordt, komt gelijk ook op straat. En daarin moet je lopen om naar je werk te gaan, schoolkinderen. Mensen moeten naar de winkel, ze spelen zelfs in dat water. Ja. Maar hoe doen jullie net? Jullie lopen erin en wassen jullie voet aan het eind? Wat doen jullie precies? Ja. Zo gebeurt het. Op die manier doen. In het water, dan moet je voeten even wassen om naar binnen te gaan. Zo doen we het. Ik vraag nu aan de bevoegde instanties, mevrouw Mavis. Dat ze alsjeblieft aandacht kunnen schenken aan Wintiwaai. We kunnen niet meer. De RR-leden, en de DC's. Minister van Openbare Werken, vicepresident, president zelf. Laat ze wat komen doen. Laat ze mensen sturen, deskundige mensen, om naar dit probleem te komen kijken. Ik hoop dat ze een oplossing vinden. Ik heb sterk het geloof dat deze mensen onze hulp kunnen aanbieden. Dat is mijn takkie, mevrouw Mavis. Er wordt gezegd
als je lang ergens woont, ja. dan meestal een gemeenschap zijn een probleem. Ja, meestal weet de gemeenschap wat het probleem precies is, waarom het water niet wegstroomt. Wat is het volgens jullie precies? Buma, wat denk zijn het, u? Zijn het trenzen die dichtgeslipt zijn? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Heel project is dichtgeslipt. Heel project. Dit project bestaat bijna 50 jaar al. Ja. Dus wat moet gebeuren? Ze moeten met een suiker, hoe heet dat ding weer? Machine om het alles te suiken. Kolkensuiker. Dan is het goed. Dan moet ze daar een hoe heet dat ding weer? Een pompgemaal bouwen, zodat het water normaal zijn gang kan gaan. Maar op die manier is het niet netjes. Is het ook niet vriendelijk. Nee. Dus is, voor jullie is het regen of geen regen, het blijft zo? Het blijft onder water. Het blijft onder water. Vooral dit gedeelte naar die kant toe. Daar zo. Het blijft onder water. En hoe zijn de kinderen spelen hierin? Natuurlijk spelen kinderen erin, want ze hebben geen verstand, toch? Ze hebben geen verstand. Dus ze spelen gewoon in dat vies water. En hoe is het met visite? Durven mensen thuis bij je te komen? Ja, komen geen mensen. Kijk, mijn moeder is een 80-plusser. Ze moet regelmatig voor de controle gaan, ze heeft van bloeddruk en suiker. Maar ze kan niet, want die taxis komen niet naar binnen. Taxis komen niet naar binnen, dan moet zij in dat vies water naar voren lopen. Om een taxi daar te pakken, dat kan niet toch? Ik bedoel, ze verdient het niet toch? Dus dat is het. Ik heb toch een vraag, een algemene vraag. Ik weet niet hoe de overheid vergunning verleent aan iemand die een perceel land heeft. Het zou best zijn en goed zijn dat voordat de vergunning wordt verleend, dat de overheid moet komen inspecteren. En goed ook. Laat ze een landmeter of wat dan ook komen kijken of die lozingen goed zijn. Of alles goed is. Zo, voordat ze beginnen te verkopen. Want wij willen een perceel hebben. Dus we gaan snel eentje pakken. Maar de voorbereiding tot de aankoop moet door de overheid gedaan worden. Maar niet door die eigenaar, want hij wil geld maken. Maar de overheid die beschermt de bevolking. Dus niet alleen maar zomaar vergunning verlenen, vergunning dat, no. Nee. Ja. Jullie hebben lokale mensen, mevrouw Mavis, dat zijn de DR en RR-leden. Komen ze wel eens polshoog te nemen? Laat me dat even zeggen. Die DR en RR-leden, ze hebben geen mankracht. Ze hebben geen power. Ik bedoel daadkracht. Oké, daadkracht. Laat me dat zo zeggen. Maar ik heb het gewoon. Ze kunnen de overheid niet dwingen. Ja. Is een politieke arm van die overheid, van die partij. Dus ze kunnen niks doen. We zijn bijna hoeveel jaren zijn we met RR en DR? Er is geen resultaat daarvan uitgekomen. Dus liever niet. Laat openbare werken zijn werkarmen inzetten. Dan komt het goed. Maar die RR gaan daar. Neem een sofier. Klaar. Er is weer een vat met een levenloos lichaam ontdekt door een visser te Paranam. Afgelopen maand is een soortgelijke ontdekking gedaan. Het lijk van de 32-jarige Colombiaan Serato Novau Victor in Kete werd in het vat ontdekt te Domburg op de Suriname rivier.
Het vat was voorzien van 3 sloten. Het misdrijf van de Colombiaan wordt in relatie gebracht met een zaak van vermissing, gijzeling, die de politie op 25 november kreeg. Volgens de melding was de Colombiaan door 2 nep-politieagenten die zich voordeden als mannen van een speciale politie-eenheid gegijzeld. Op camerabeelden is te zien dat de Colombiaan op 25 november in gezelschap was van een man met een grijze Toyota Fitz. De auto van de Dominicaan Abru Ot Netval is wel aangetroffen, maar van hem ontbrak elke spoor. Abro is voor het laatst op 25 november door familieleden gezien. Er is aangifte van vermissing gedaan door de familieleden van de Dominicaan.